gewoon lekker even uitwaaien. En doe het niet. Ik wil deze. Doe het In 2007 kreeg mijn zoon Tom, toen 8 jaar oud, een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Hij kon na 1,5 jaar taalonderwijs nog geen letter lezen of schrijven en was niet meer gemotiveerd om te leren. Na diverse onderzoeken was de uitkomst dyslexie. Getuigen. Waar komt hij terecht? We hadden zorgen en vragen. We kwamen in contact met Rob van Elswijk, de toenmalige locatiedirecteur van SBO de Arnie M. G. Smit School in Hilversum. We werden door Rob heel vriendelijk ontvangen op de Arnie. En Rob gaf ons het gevoel dat Tom in de taalgroep helemaal op zijn plek zou zijn. En dat klopte. We waren direct enthousiast, vooral hoe leerkrachten Anita en Thea Tom weer zelfvertrouwen gaven. En hij wel kon leren lezen en schrijven. Super Wat is er van de kinderen uit de taalgroep 15 jaar later geworden? Hoe kijken ze terug? En hoe gaan ze nu om met hun dyslexie? Dag Tom. Hoi. Hoi. Leuk te zien. Tom Stekelenburg. Ja, Tom. Tom Mol. Tom Mol. En Noah Summers zijn de hoofdrolspelers van toen en nu. Kijk ons zitten dan. Ja, samen met andere oud-klasgenoten vertellen zij over hun ervaringen. Ik ben Tom Mol, ben 24 jaar en ik ben serviceonderhoudsmonteur bij Schipper Installatie in Huizen. Ik denk was ik 11, zei ik al, ik word loodgieter. Mijn vader ooit heeft gezegd, een goede vriend van hem was loodgieter, heeft hij ook bij Schipper gewerkt. En die zei van, een loodgieter, goed beroep, blijft er altijd blijven staan, mensen altijd warmte nodig hebben, altijd water uit de kraan. En ik heb er geen zin in, word loodgieter. Dat was eigenlijk een beetje de grote reden waarom ik loodgieter ben geworden. Hoe lang heb je op de taalgroep gezeten? Een jaartje, 1,5 jaar. Tweede jaar groep 4, groep 5. Voor mijn gevoel, je bent jong, je hebt geen idee wat er gebeurt. Het is allemaal eigenlijk achter de schermen gebeurd. En je krijgt uiteindelijk te horen in een andere school moet. Je bent 8 à 9 jaar oud. Dat was al wel emotioneel voor toen de tijd. Ook zowel voor mijn ouders als voor mij. Dat kan me wel goed herinneren, ja. Hoe vond je het om hier op deze school te komen? Niet leuk. Omdat mijn vrienden gingen missen. Maar uiteindelijk, ja, je maakt nieuwe vrienden, je maakt nieuwe vriendinnen en je komt wel goed terecht. Ik kan me herinneren, de taal natuurlijk heel veel moeite. Rekenen nooit geen problemen gehad. Ja, en dat was wel echt wel het mooiste, dat je gewoon je eigen materie had. En dat je gewoon met school eigenlijk gelijk ging lopen met je originele school. 20. 25. 35. 81. 100. Hoe was de sfeer in de groep? Ja, rustig. Rustig, kalm. Op zich, aan de ene kant, strikt wil ik niet zeggen. Maar het was gewoon concentratie wanneer het nodig is. En dus dat je iedereen de kans gunt om te leren en zich te verbeteren. Gaat-ie dan? De spellen die je speelde. Letterspel, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Met een taal- of een rekenopdracht. En daar kon je punten mee verdienen. Met die punten die kon je inleveren bij een lerares. En dan kon je bijvoorbeeld tv kijken voor een middag. Of een extra uur gymles, dat soort dingen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, echt wel. Ja, dat is leuk. Ik ben toen naar de J.P. Minkler school gegaan in Hilversum. In groep 6, begin groep 6 ben ik ingestroomd. Na de basisschool ben ik naar College de Brink in Laren gegaan. Daar heb ik uiteindelijk Insta Electro gestudeerd. Na mijn middelbare school ben ik naar het MBO in Amersfoort gegaan. School voor Techniek. Onder de begeleiding van installatiewerk. Dat heb ik 4 jaar lang gedaan. Uiteindelijk geslaagd met een MBO niveau 3. Hier uiteindelijk meteen na mijn opleiding fulltime in dienst gegaan. Wat is het mooiste van je vak? Ja, de innovatie. Het is nooit hetzelfde ritueeltje. Je kan altijd leren hier. Echt altijd leren. Dus het is nooit een dag dat ik niet bijgeleerd heb. Nog steeds. Zelfs na 9 jaar. Ja, ik zou binnen het bedrijf op zich willen doorgroeien. Als chef service. Heb je nog wel eens dat je tegen dingen aanloopt? Hè, dat je merkt, ja, ik heb toch nog wel eens last van de dyslexie die ik helemaal in me heb. Zeker niet. Nee, alleen met hard voorlezen. Als ik hard aan mensen moet voorlezen. Ja, dan merk je toch wel echt van, oh ja, ja, dat zit wel misschien een kronkeltje in de taal. Maar als ik een handleiding lees of iets moet kijken van hoe moet ik het opzoeken, hoe moet ik het doen, dan merk ik dat niet, want dan lees ik in mezelf. Qua basis van mijn taal, dat hebben ze in de taalgroep opgekrikt. Ja, weet ik zeker, zonder de taalgroep had ik eigenlijk nooit op een service onderhoudpositie gestaan. En ik denk ook als ik
minder begrip had van taal, het begrijpen, het lezen. Het idee van hoe moet ik iets zoeken, lezen, begrijpen. Dat dat zonder de taalgroep toch wel een stukje lastig was geweest. Jazeker. Dus in de eerste plaats gewoon een ontzettend leuke groep om in te werken. En het is een hele unieke groep, want ik weet in heel Nederland geen andere groep die zo werkt. Ik ben Noah Summers, ik ben 23 jaar oud en ik ben actrice. Ja, ik had sowieso nog nooit echt iets gehad waarvan ik dacht, oh, dit vind ik echt heel leuk en dit wil ik echt heel graag doen. En toen had ik de groep 8 musical, het ging een beetje oefenen en toen heb ik nog auditie daarvoor gedaan. Toen hoorde ik eigenlijk van iedereen, dit is echt heel goed. Toen dacht ik, dit is echt heel erg leuk. En dan ben ik ook weer. Toen ben ik naar het Walt en Mavo gegaan, toen heb ik daar de theaterklas gedaan. En dan ging ik zingen, dansen en acteren. Vanaf daar ben ik doorgegaan naar de Nederlandse Musical Academie. En nu ben ik actrice. Niet, omdat je echt vlug gaat. Ik was in groep 5 ben ik naar de taalgroep gegaan. En dat was einde groep 4 dat ik wist dat ik wegging. Dat was wel heel gek even, want ik had al mijn vriendinnetjes daar natuurlijk. En dan word je een soort van weggehaald uit je vertrouwde omgeving naar iets anders. Het was een hele fijne klas. Dat iedereen eigenlijk meteen was van, oh, kom maar bij ons. Het is gezellig, het is leuk. Was dat fijn om tussen andere kinderen te zitten die ook dyslexie hebben? Ja, maar ze voelen wat jij voelt met dingen. Want ze hebben ook zelf dyslexie. Het was echt inderdaad jouw groepje met mensen die allemaal hetzelfde eigenlijk ja, mini-handicap hebben met lezen. En dus mensen die jou daarin ook begrijpen. Ze namen heel veel tijd vooral voor je. Af en toe apart werd genomen. Dan ging je in een soort van hokje zitten, samen met de juf. En dan gingen ze een test met je doen. En het was gewoon heel fijn en rustig, omdat je één op één was. Dat ik daardoor ook wat meer rust had en gewoon wat meer mezelf kon zijn. Weet je nog een beetje welke groep je weer instroomde in het regulier onderwijs? Ja, dat was groep 6. Ja, ik had toen wel echt minder moeite met het lezen en het schrijven. En spelling blijft denk ik altijd nog wel een beetje een dingetje voor me. Maar met begrijpend lezen bijvoorbeeld, ik was daar eigenlijk wel goed in en vond het ook leuk om te doen vooral. En zelfvertrouwen, dat ik dacht, ik kan dit wel. Dus, let's go. Nee, Noah zegt wel wat. Ja, ik had een dyslexieverklaring en daardoor kreeg ik grotere lettertype. Dus dat was wel fijn met het lezen, dat maakte het toch net iets makkelijker. En ik had iets meer tijd. Vooral van de tijd maak ik nog steeds wel gebruik af en toe voor toetsen ook op mijn school nu. Mijn dyslexie vooral, ik lees de eerste 2 letters en de laatste 2 letters. Alles wat ertussen staat, kan ik iets leuks van maken. Dus dan denk je soms, oh, dit staat er en dat niet. Nou, als je het dan eerst globaal hebt gelezen en daarna nog een keer goed, haal je dat er eigenlijk al uit. Want dan heb je 1 keer misschien die scan gehad. Maar als je daarna nog een keertje echt de aandacht erop hebt, dan komt dat eigenlijk wel goed. Met musical moet je ook met teksten werken, moet je teksten lezen, et cetera. Ja. Hoe was dat? Ik dacht in het begin dat het me wel moeilijk zou afgaan, vooral de teksten leren en zo. Maar ik heb eigenlijk dat het best wel makkelijk ging. Meestal dus heb ik voor mezelf dat ik het een keertje doorlees. Dan dat ik dus inderdaad echt het verhaal in mijn hoofd heb. En daarna ga ik een beetje stampen qua als ik iets moeilijk vind of dit stukje vergeet ik soms. Dan lees ik dat wat extra vaak. Maar tegenwoordig heb ik daar niet zo heel veel last meer van. En ook als ik voor opnames ga, heb ik altijd het script doorgelezen. Kijk welke scènes we per dag hebben. En dan heb ik daar papiertjes. Dus dan kan ik ze voor de scènes nog even snel doorlezen. En dan heb ik het eigenlijk al. Dus ik dacht dat ik er eigenlijk heel veel moeite mee zou gaan hebben. Maar het gaat eigenlijk heel soepel. En ik denk dat dat wel te maken heeft met dat ik met dyslexie ook eerder en vroeg al bezig ben geweest. Als ik nog kijk naar een droom die ik zou hebben, is om wat volwassenere musical te doen. TV-serie, dat soort dingen allemaal. Eigenlijk sta ik overal voor open. Ik ben ook begonnen met stemacteren. Eigenlijk van alles en nog wat met acteren te maken heeft. Dus op een gegeven moment Hollywood. Hollywood, West End, het maakt niet uit. We gaan die kant op. Ja.
ik ben vorig jaar afgestudeerd aan graphic design in Amsterdam. Daar woon ik nu 4 jaar inmiddels. Ik heb een studie industrieel productontwerp afgerond. En ik werk nu als interieurontwerper. Ik werk in accountancy. We gaan nu leiding geven aan een team van op de vloer, dus in de horeca. Bouwkundig tekenaar en dan een beetje ontwerpend en zo. Ik ben nu een associate degree aan het doen. Management in Zwolle. Vooral werken. Vooral werken. Ik ben Tom Stekenburg, 24 jaar, student commerciële economie en ik werk in een restaurant als leidinggevende. Ik werk in een restaurant, Proefrij de Open Keuken in Hilversum. Nu al 9 jaar, ik ben dus als 14-jarige daar binnengekomen om eerst een snuffelstage te lopen. En zodoende sinds mijn 14e steeds hoger opgekomen, steeds meer nieuwe dingen leren. Nee, ik kreeg ook wel vaak de vraag waarom ik 9 jaar daar al werk. Maar ik had altijd wel het gevoel dat er nog weer iets was wat ik kon leren. Juist een stapje hoger om verder te komen. Kijk, ik weet dan nog goed dat jij, voordat je in de taalgroep ging, niet alleen heel erg last had met lezen en schrijven, maar dat je ook eigenlijk helemaal niet meer gemotiveerd was om te leren. En dat je bleef zitten. Staat je daar nog iets van bij? Dat was natuurlijk, dat ik bleef zitten, was een hele vervelende situatie. Omdat de vrienden van je klas, die gaan door en jij blijft dan achter. En door dan naar de taalgroep te gaan, haalde ik dat dan wel weer in. En door de taalgroep kon ik terugkomen in dezelfde klas bij mijn vrienden weer. Wat ik dacht dat eigenlijk niet meer mogelijk zou zijn. Ja, het gaf toch wel een vertrouwd gevoel. Je bent niet opeens meer de enige in de klas, maar je hebt mensen die dezelfde problemen of uitdagingen hebben. Doordat je met meer mensen met dyslexie in de klas zit, dan voelt het veel vertrouwder. Heb je nog een beetje idee van waardoor het in één keer wel lukte? Ik denk toch die persoonlijke begeleiding, de tijd die ze dan voor je nemen. In een andere aparte ruimte één op één nog gaat oefenen. Taal leuk maken eigenlijk, wat ze proberen te doen. Door middel van spelletjes of andere creatieve ideeën. Wat ons dan opviel is dat je weer rechtop liep. En weer zin had in dingen en enthousiast was om te leren. En het leven weer zonnig zag eigenlijk. Ja, het allermooiste van die tijd vond ik toch, terugkomen bij mijn oude klas en niet het gevoel hebben dat ik een achterstand heb. Maar gewoon goed kunnen meegaan met je medeklasgenoten. En natuurlijk ook dat je daar wel een hele fijne tijd hebt gehad. Ja, nieuwe vrienden maken en niet per se taal leuk vinden, maar er wel goed mee om kunnen gaan. Ik kreeg toen het advies om iets te zoeken voor MAVO. Een MAVO waar praktische dingen voorbij komen. Dus ik ben naar College de Brink gegaan, ook met gedachten om daar of iets qua media te doen of wat meer richting de horeca te gaan. Waarom juist de horeca? Ik denk omdat ik toch als gastheer zijnde bezig te zijn, vond ik leuker. En vooral het contact met mensen, dat sprak me aan. Na de VMBO ben ik begonnen met een mbo-opleiding, niveau 4. De Middelbare Hotelschool in Amersfoort. Om daar nog verder dus over horeca te leren en wat meer het management gedeelte daarvan, dus een team aan te sturen. Ik had wel het gevoel dat ik meer verschil in mijn carrière kon maken door een ander vak te leren. En hoeveelste jaars ben je nu in commerciële economie? Ik ben nu derdejaars. Dat ik de commerciële kant van het bedrijf ook wel interessant vond. Vooral het marketinggebied en hoe zet je je product of dienst op de markt. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om best wel groot te worden eigenlijk in de marketingwereld. Dus bij of een corporate bedrijf, daar een grote team aan te sturen. Ik merk nog steeds dagelijks dat ik last heb van dyslexie. Het belemmert me niet. Het is eerder een obstakel, maar je leert er toch mee omgaan. Zeker toen ik begon met mijn hbo-studie. En ik voor het eerst een boek open, dacht ik, dit is toch wel een ander niveau Nederlands wat je moet lezen. En dat kost gewoon bij het begin dan wat meer tijd, maar daar wen je aan en dan kom je daar wel doorheen.
En je leert daardoor ook nog weer beter lezen. Zeker meer lastig geworden om te schrijven, te spellen. Om het woord wat meer in stukken te zien dan het woord als geheel. Dus juist als klanken, om dan per klank te kijken welke letter daarop moet komen. Om dan zo tot het juiste spelvorm te komen. Een woord zoals in het vak positioneren, om dat dan correct te schrijven. Ja, dat bij het begin kijk je wel naar het woord van jou. Ja, hoe moet dat dan? Weet je, hoe schrijf je dat? Dus dan gebruik je dat wel, ja. Ik ben vader geworden vorig jaar, is bijna 1. Vader van een zoon, Mason heet hij. En ja, dat maakt het leven toch nog bijzonderder, zeg maar. Ja, zeker. En hoe is die combi dan tussen studie, werk en vader zijn? Ja, door een zoon te hebben is het druk, een volle agenda. Dus het is vooral heel veel plannen en kijken wat er ruimte is. En natuurlijk gewoon proberen om zoveel mogelijk tijd vrij te houden om met je gezin te zijn, om leuke dingen te blijven doen. Straks zien ouders van kinderen deze film, hè? Misschien ook wel kinderen van 8, 9 jaar. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Ik denk vooral, wees niet onzeker over dat je misschien nu wat minder goed kan lezen of kan spellen. Want dat maakt totaal niet uit. En zoals je ziet, creativiteit genoeg, in ieder geval bij mij. En dat is meestal met kinderen met dyslexie. Die zijn super creatief. Ja, gewoon je best doen. Hou het gewoon naar je zin. Je hoeft je best eigenlijk niet te doen voor je ouders. Je hoeft je best alleen te doen voor jezelf. En gewoon naar je zin hebben. Want als je naar je zin hebt, komt de rest gewoon vanzelf. Als je er wat aandacht aan besteedt en daar hulp ook bij hebt, dan heb je er later ook veel minder last van. Dan komt het wel goed. Het is gewoon blijven oefenen. Ik zou tegen ze willen zeggen dat ze geen zorgen hoeven te maken. Dat ik het snap dat het spannend is. Maar dat als je kijkt naar mijn klas, dat iedereen wel uiteindelijk zijn plek heeft gevonden. Of nu nog bezig is om te komen waar hij wilt komen.